gefeliciteerd. Jullie winnen met 1-2 van Utrecht. Ja, er gebeurde zoveel in de wedstrijd. Vertel. Ja, wat gebeurde er niet? Penalty, goals, reddingen, schot op goal, overtredingen. Ja, het was volgens mij een spektakel om naar te kijken vanuit op tv en op de tribune. Dat denk ik ook. Ja, laten we bij het begin beginnen. Het eerste kwartier hebben jullie het best wel lastig tegen Utrecht. Staan jullie flink onder druk. Wat maakt dit zo moeilijk? Je weet vanuit Utrecht dat zij de eerste kwartier graag willen drukken bij ons. Graag een doelpunt willen maken om dan de wedstrijd rustig verder uit te spelen. Ik denk dat we dat als team heel goed hebben gedaan. En uiteindelijk kunnen toeslaan in hetgene waar we goed in zijn. Ja, want jullie scoren eigenlijk twee keer uit bijna de eerste twee kansen die jullie echt krijgen. Wat is nou eigenlijk echt precies het verschil waardoor jullie met de rust een 0-2 voorsprong ingaan, terwijl er op het veld niet zo heel groot verschil zit tussen beide teams? Nou, nogmaals, kijk, wij maken onze kansen af, dat zeg je net zelf al. En dat we de manier hoe we graag willen spelen, dat we dat vandaag op een goede manier hebben gedaan. Ik denk wel dat we nog meer kunnen voetballen. Dat kunnen we ook goed. Ik denk dat je dat niet heel optimaal hebt gedaan vandaag. Alleen, al met al, als je op deze manier een wedstrijd kan winnen door zeker in de tweede helft heel hard te knokken, dan is het ook wel eens mooi om op deze manier te winnen. Jullie komen die eerste helft ook ongeschonden door dankzij jou, want jij was met een aantal reddingen heel belangrijk vandaag. Ik denk dat je heel erg tevreden terugkijkt op je eigen wedstrijd. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als team en individueel heb ik het team goed kunnen helpen en daar ben ik blij mee. Want wat was in jouw ogen je mooiste redding? Je had zoveel mooie redding, maar wat was in jouw ogen je mooiste redding vanmiddag of vanavond? Ik denk de eerste helft, de bal die ik overtik van Doefikas volgens mij. Ja, die had je inderdaad heel goed. Ja, na de rust komen jullie eigenlijk weer heel snel onder druk te staan in de openingsfase van het eerste kwartier. Is dat niet te voorkomen? Nee, je weet dat zij graag op zoek gaan naar die 2-1, naar die aansluitingstreffer. Ik denk dat je ook lang stand hebt kunnen weten te houden. Maar ja, uiteindelijk maken zij hem wel. De doodzonde voor ons, maar ik denk dat je op deze manier op een goede manier naar zondag kan. Ja, want zij maken de aansluitingstreffer, maar in het laatste kwartier houden jullie eigenlijk vrij eenvoudig stand. Wat doen jullie goed daarin, waardoor jullie 1-2 over de streep trekken? Ja, hetgene wat wij het hele jaar al hebben laten zien. We zijn een supergoede defensie. Waarin we weinig weggeven, weinig kansen weggeven. En ons mannetje staan. Onszelf voor elke bal gooien. Ik denk dat dit is iets wat dit elftal gewoon sterk maakt. Tot slot, ja, jullie winnen met 1-2. Natuurlijk een fantastische uitgangspositie voor zondag. Wat wordt daar vooral het belangrijkste doel in? Willen jullie voetballen of is het vooral gaan proberen stand te houden? Nou, ik denk hetgene, dezelfde manier zoals we vandaag hebben gespeeld. Dus niet anders dan normaal. Veel succes zondag. Ja.